klopt. Okay. Goedenavond. Nogmaals, wederom opnieuw een avontuur aangaan. Ik heb niets gemeld. Ik heb het even heel snel net op Facebook gezet. Dat ik vanavond toch weer live ga. Dus ik ben benieuwd. Dit gaat niet helemaal lekker, hè? Hoe ga ik dat doen? Dat gaat een stukje beter, geloof ik. Oh, mijn vuilniszak hangt ertussen. Is dat beter? Oké, nog een kiertje open. Oké. Goed zo. Nou, ik zie nog geen kijkers, dus dat is mooi. Wacht even, dat is niet waar. Ik zit verkeerd. Ik zie Anne Kan, ik zie Ellie Groenewegen. Hoi, goedenavond. Als jullie even zouden kunnen melden of het geluid goed is, of ik goed zichtbaar ben, moet ik dat lampje uitdoen, moet ik hem aanlaten. Ik weet het niet. Laat maar even zo. Zo. Ik heb mijn assistenten heb ik tegenwoordig weer bij mij. Ik leg even de kaart opzij. Mijn strenge assistenten, die ligt, waar ligt ze? Nou, ik kan er net niet zien. Nina. Hallo. Oké. Dus die heb ik bij me weer. Maar goed, het valt me toch inderdaad op dat er toch heel wat mensen zijn die toch op Facebook zitten, die dat inderdaad allemaal gewoon ziet. Even kijken, mag ik kaartje? Is goed, oké. Het geluid is goed, alles is goed. Het is goed, dus dan gaan we weer van start. Een paar algemene dingen. Ik sta inderdaad momenteel nog steeds in Vianen. Ik heb vandaag een rustige dag gedaan. Ik heb natuurlijk mijn verjaardag gevierd. Nog trouwens bedankt voor de vele felicitaties. Op beide kanalen moet ik zeggen. Helemaal geweldig. Ik ben natuurlijk lekker verbrand. Dus vandaar ook een beetje de rust. Ik heb wat administratie moeten doen. Dus ja, en voor de rest moet ik verder melden. Ja, ik ben nog steeds niet ingeschreven, maar dat laat ik ook maar lekker los. Verder, ja, er gebeuren wel hele gekke dingen. Ze zijn momenteel bezig, toch wel, waarschijnlijk komt het project Bluebeam eraan. Oftewel, ze gaan iets doen met buitenaards en met ufo's en met allerlei mensen weer gek proberen te maken. Maar goed, dat weten we. Dus we zitten gewoon naar een film te kijken, we hebben het vorige keer ook al een beetje over verteld. Dus het gaat er alleen maar om mensen wakker te maken. Voor de rest is alles best, toch? Lekker koffie. Nou had ik mijn tarotkaarten. Die was ik alweer kwijt namelijk. Oh ja, kleine verandering aan de bus. Zoals je ziet voor zit er een hele zwart doek over de voorraam en de zijraam heen. Die heb ik aangeschaft. Er is een nieuw luifeltje gekomen aan de bus. Ook aangeschaft. Ja, allemaal van dat soort dingetjes. Stap voor stap gaan we toch wel een klein beetje de bus een beetje opkreden. Ik moet zeggen, het gaat steeds beter, de routine erin. Alleen ja, ik zit wel met stroom, dat nog wel. Ik heb al een aantal keer geprobeerd om iemand te vinden die mij kan helpen hierin. Want ik wil graag een lithiumbatterij in de auto hebben, een huishoudaccu. Maar die moet natuurlijk aangesloten worden op de dynamo. En ik heb natuurlijk een slimme dynamo, oftewel dat ding bepaalt zelf wat hij doet en wat hij niet doet. Dus dat. Dus mocht je iemand weten die dat zou kunnen of mij zou kunnen helpen, of weet ik veel, ben je een specialist erin, want ik ben het totaal niet. Van stroom vind ik leuk, ik weet hoe het werkt, ik snap het ook wel, maar ik ben er nog niet zo hyper de piep mee. Snap je? Dus dat. Dus kijk, vanavond ben ik wel aan het live gaan, maar de live duurt maar tot de met de batterij leeg is. En dan is het klaar. Dus vandaar. Goed. Wij gaan inderdaad even de kaart trekken op Nederland. Ik zit even te kijken naar wat jullie allemaal zo schrijven. Het valt me toch wel op dat er weer heel wat mensen kijken. En ik moet inderdaad zeggen, de video van 14 dagen geleden is maar liefst door 5.500 mensen bekeken. En ik krijg daardoor wel heel veel berichten en vragen binnen. En ik heb gewoon even niet de tijd om het allemaal te beantwoorden. Het spijt me. Dus ik doe mijn best, zeg maar, alleen soms is het een beetje veel. Dat snap je? Dus vandaar. Goed, de kaartjes gaan er erbij.
En terwijl ik dat aan het doen ben, aan het schudden ben, laat ik natuurlijk weer, maar verbind ik me met moeder aarde. En ik verbind in feite vanuit moeder aarde weer een lijn terug. Mocht er negatieve energieën komen, kunnen ze die via die kant laten recyclen. En ik verbind me natuurlijk met de bron. Dus alles wat jullie doen, maak verbinding. De plus en de minpol. Het lampje brandt er ook op. Het elektromotortje draait er ook op. Dat hebben we allemaal nodig. Goed. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Want ik ben nog steeds via een hotspot bezig, via de telefoon. Dus vandaag, want even wat ruimte creëren. En dan gaan we beginnen. De eerste kaart aankomende tijd voor Nederland is deze. Hier beginnen we mee. En hier zien we, ik hoop dat jullie het een beetje zien. Met de, het gaat niet helemaal lekker, jongens. Moet het nou helemaal dicht of moet het open? Of hoe ga ik dat doen? Zo, denk ik. Okay. De eerste kaart waar het om gaat is de koningin van Kelken. Dat is eigenlijk de vrouwelijke kant van de adviseur. Iemand die het weet, iemand die jou in feite kan vertellen hoe het zit. Dat is het belangrijkste. Dus het gaat vooral om natuurlijk ook, zeg maar, als jij dingen hebt meegemaakt, om die nog te verwerken. Het is een gevoelskaart. En het zou zomaar kunnen zijn dat jouw gidsen van alles en nog wat jou laten beleven, zeg maar, om dat op te ruimen. Dus een soort met van schaduwwerk. Hè. Zo kan je het ook wel een beetje stellen. Dus daar gaat het om in Nederland. Dus vooral het helingsproces. En dat kan wel kloppen, want we hebben natuurlijk iedere keer komen de solofles gaan steeds verder omhoog. Ik geloof dat we verleden week zelfs al een piek hebben gehad van 55, wat heel hoog is. En dan gaat het bewustzijn weer omhoog. En dan heb je dus inderdaad kans dat heel veel oude pijnpunten ook naar boven komen. Maar ook mensen zijn hartstikke moe. Vermoeid, PHPD, oftewel pijntje hier, pijntje daar. De ene dag dan is de andere dag niet, dus dat is apart. Wat komt erbij in Nederland? Deze kaart. En dit slaat er natuurlijk weer op. Een schildknaap. Lekker voor het lampje. Een schildknaap komt natuurlijk altijd wat brengen. Je staat in dienst van de ridder, zeg maar. En de schildkraam komt inderdaad ook weer gevoelens brengen. Dus dit slaat heel mooi aan op de eerste kaart die ik trek. Het gaat vooral om dat er heel veel gevoelens komen. En ook als de oude gevoelens opgeruimd zijn, dan kunnen ze plaatsmaken voor mooiere en nieuwere gevoelens. We zijn aan het veranderen. Dat is een beetje het punt. Dan gaan wij naar het bewuste niveau. En dan gaan we te krijgen met dit. Dus dit is een crisiskaart. Het hoeft niet voor iedereen te gelden, maar wees er wel van bewust als de waarheid wel naar voren komt. En juni is natuurlijk weer zo'n geweldige maand waar heel veel dingen naar buiten komen. Kijk maar even naar de processen in Amerika. Zie maar even de belachelijkheid en de stupide gedrag van Nederland met zijn onzinnige wetjes die ze allemaal weer gedaan hebben. Het is gewoon werkelijk niet te geloven. Ik hoorde van de week weer een verhaal dat ze, als je iets erft, dat ze daar weer extra belasting van willen hebben, omdat je daar niet voor gewerkt zou hebben. Ja, weet je, het is de ene dag is het dit al, de volgende dag is het weer wat anders. En zo gaan we maar door en gaan we door. Net zolang dat mensen zeggen van, het is nou een keer genoeg geweest. Snap je? Daar gaat het feit om. Dan gaan we naar het onderbewuste verhaal. En dat is deze kaart. Kijk, er is ook wel een schildknaap die iets komt brengen. En onbewust gaan wij toch wel naar een toekomst toe van meer waarde. Oftewel, het ziet er een beetje naar uit dat we toch een beetje naar een ja, we staan allemaal te wachten op het geldsysteem in elkaar sodemieter. En op de achtergrond draait er al een nieuw systeem, maar dan moet eerst het oude weg. Dus dat kan inderdaad voor een hele hoop mensen schrik veroorzaken, zoals die crisiskaart. Maar het is in feite toch wel voor een groot gedeelte gepland. Dus dat mag ik wel zeggen. Dan gaan we naar het verleden. Of dit heeft ertoe geleid, zo kan je het ook zeggen. En dan zie je hier op een gegeven moment iemand die eigenlijk geniet van zijn vrije tijd na gedane arbeid. Oftewel, dat zo zou het moeten zijn. We hebben natuurlijk mooie periodes gehad. En sommige mensen gunnen ons dat gewoon niet. Dat mogen duidelijk zijn. Dus dat heeft ertoe geleid. En goed, vul zelf in en ga zelf voor jezelf kijken wat voor jou resoneert of wat niet. Dan gaan we naar de eerste toekomstverwijzende kaart. En die kaarten komen steeds dichterbij. Dat wil ik mee zeggen, dit is de dood. En de dood is in feite een einde van een tijdperk.
En als het een einde van een tijdperk betekent, dan betekent het ook dat we dus naar een nieuw tijdperk gaan. Dus er is wel degelijk op de achtergrond van alles en nog wat aan de hand. En er gebeurt van alles en nog wat. Daarop gemerkt te hebben ook dat de zon, vind ik, toch wel anders schijnt dan normaal. Ik vind hem wat helderder. Ik vind hem wat ja, ik weet het niet. Het is toch even anders. Dus ook dat is aan het veranderen. Dan gaan we naar hoe ik naar de situatie kijk in Nederland. En ja, dat betekent heel duidelijk een vertrekkaart. Oftewel, je ziet hier op een gegeven moment een bekerskaart, een gevoelskaart. Je ziet ook inderdaad heel veel water op deze kaart. Water is gevoel in de symboliek, dat weten we allemaal. En deze kaart geeft een beetje aan dat deze meneer in een rode mantel zich omdraait en vertrekt. Simpelweg, omdat er niks meer te halen valt. Alles klapt een beetje in elkaar. En dat is een beetje wat ik ook een beetje zie gebeuren in Nederland. Het klapt ook een beetje in elkaar. Dus, maar goed. Dat. En dan gaan we naar. Hier vindt het plaats. Oftewel de energie van de mensen om je heen. Of de plaats om je heen. Eens even kijken wat dit is. Dan zie ik toch inderdaad weer een overwinningskaart. Dus ik zei verleden keer al. Er zijn heel wat mensen ook wakker geworden. En er worden ook steeds meer mensen wakker. Het dringt zich langzaam door. Het nieuws is ook een beetje aan het veranderen. Er komt toch steeds meer. Ja, vallen ze een beetje uit een rol. Er is inderdaad, ja, we gaan toch langzamerhand weg naar die toch wel wat wakkere wereld. En iedereen zal het met me eens zijn. Een hele hoop mensen die ik tegenwoordig spreek. Ik spreek nogal wat mensen sinds ik in de bus zit. Die zijn wel wakker. Dus ja, heel apart. Ik word soms gewoon aangesproken, net als op mijn voorraad staat. Terwijl dat helemaal niet zo is, maar goed. Dus dan. Dan gaan wij naar mijn angst of mijn vrees. Nou, dat is dit. Dat is in feite munten 4. En ergens is mijn toch wel een klein beetje mijn hoop. Met andere woorden, dit is een muntenkaart, oftewel een verlies-gewinkaart. Een hele hoop mensen zijn het hartstikke zat. En ook qua financiën. De boodschappen die zo idioot duur zijn. De gasprijs die schijnt weer in één keer weer toch weer omhoog te gaan. We blijven maar, die overheid die blijft maar op ons jagen, op ons geld. Ik bedoel, ik heb het al vaker uitgelegd. Als je dus inderdaad naar je ziektekosten kijkt. Iedereen denkt, ja, ik betaal €150. Nee, dat is niet waar. Want je betaalt sowieso op je wat geld wat je binnenkrijgt ook nog een keertje het CJK €100. Dus voor je ziektekosten betaal je dus bij elkaar €250. En ze vergeet dat niet. Het is gewoon belachelijk. En dan gaan we naar, overigens, of misschien heb ik dat verleden keer al verteld, weet ik niet hoor. Maar overigens is er een rechtszaak gewonnen door een meneer. En toevallig heet die meneer ook zwart. Heel grappig. En de overheid mag jou niet verplichten om een verzekering te nemen. Dus, dat is leuk. Uiteindelijk gaat het hier naartoe. En ik vind het lampje toch een beetje irritant, geloof ik. En dat is een aas van staven. Nou, we weten de meeste mensen die hier langere tijd al kijken. Een stavenkaart is natuurlijk een inzichtkaart. Dus er komt steeds en steeds meer inzichten. We gaan steeds meer dingen zien. En ook nogmaals, jongens. Mocht je gekke dingen in de lucht zien. Het kan een projectie zijn. Ze kunnen vertegenwoordigen van alles en nog wat. Het schijnt zo te zijn dat ze er toch wel een beetje de kast willen gaan halen. Om mensen weer angst aan te jagen. Dus als je gekke dingen ziet, weet dat het gespeeld is. Weet dat het gecreëerd is. Weet dat het niet echt is. Dus dat kan ik alleen maar even van deze kant zeggen. Goed. Dan gaan wij naar Europa. Tada. Oftewel naar. Laten we maar gewoon even. Ik wou zeggen BE. Maar ja, BE heeft natuurlijk toch wel scherpe banden met de regering die daar al zit natuurlijk. Dus ik laat het BE-stukje een klein beetje los. Ik ga wat meer even naar Europa kijken. Misschien moet ik het even veranderen in de titel. Wat gebeurt er momenteel in Europa? Misschien even beter. En dan heb ik hem weer getrokken. En dan komt de eerste kaart eruit. En dat is dan... Kijk. Deze. Hey, die hadden we eerder gehad, hè? Was dat niet de kaart van vertrekken? Was dat niet de kaart van, joh, valt hier toch niks te halen, dus we moeten een andere koers gaan varen?
Nou, sorry, dat hoop ik met heel mijn hart, ook voor Europa. Want Europa, die pakt, althans de EU, pakt natuurlijk heel wat soevereiniteit bij ons weg. En nogmaals, dat kan helemaal niet. Goed, dus dat is eigenlijk de kaart waar het om gaat op Europa. Dus ik heb toch wel een beetje het idee dat Europa toch een klein beetje over niet al te lange tijd uit elkaar gaat vallen. Deze kaart komt erbij. En waarom valt het een beetje uit elkaar? Omdat het steeds meer een grotere crisis wordt. Je ziet op een gegeven moment mensen op de kaart in de sneeuw lopen, dus in de kou staan, op krukken lopen. Noem het maar op. Het is natuurlijk te gek voor woorden wat hier speelt. Om toch maar een beetje uit de schoot te klappen. Er zijn natuurlijk mensen uit het land waarbij onze regering zegt van dat wij dus op een gegeven moment die mensen moeten helpen. Die zogezegd in oorlog zijn. Ik zal het woord niet noemen. En die mensen komen hierheen en die krijgen een huis. Maar daarnaast krijgen ze ook nog 3000 euro per maand. En vrij reizen. Dus ik weet het niet, maar ik woon in een fucking bestelbus. Dus omdat ik geen huis kan krijgen en dat ze mij niet willen helpen. Dus ik weet niet wat er gaande is, maar dit is er aan de hand. Goed. Maar maakt niet uit hoor. Ik vind het zelf hartstikke leuk om in die bestelbus te zitten. Want het geeft mij toch wel een beetje de vrijheid om alle kanten op te rijden. En dat gaan we zeker ook wel een beetje doen. Dit is het bewuste niveau. En dat is deze. En hier zie je hem weer, in dit geval, de koning van Kelken in Europa. Dus met andere woorden, op de achtergrond wordt er best wel het een en ander gedaan aan gevoelszaken. Een goede adviseur. De goede mensen eigenlijk die komen helpen, die komen in feite nu aan bod. Dat is een beetje mijn gevoel hierbij. En nogmaals, ik pak de kaart en dan kijk ik altijd maar wat krijg ik zelf binnen. Dat is een beetje het punt. Dan gaan we naar het onderbewuste niveau. En dan vind ik dat het tijd wordt om inderdaad de slag te gaan slaan. Oftewel, muntenkaart, munt 9. Je ziet er ook een roofvogel. Met andere woorden, we wachten op het juiste moment. Het scherpe zicht er is. Als het scherpe zicht er is, dan moeten we in feite actie gaan komen. Nou, dan gaan we naar het verleden. En dat is deze kaart. En het verleden is daar natuurlijk een hele strijd geweest. Je ziet de jonge jongens met elkaar vechten wie de sterkste is. En dat heeft natuurlijk te maken met allerlei machten en krachten. En dat kan je inderdaad de goede kant en de slechte kant zien. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met allerlei machtsstructuren. En vooral ook de machtsstructuren die vanuit Amerika komt. Want ik bedoel, de Nord Stream 2 opblazen is alleen maar bedoeld omdat Amerika dan gas aan Europa kan verkopen. En zo gaan we steeds verder. De boeren moeten onteigend worden. Waarom? Er ligt namelijk, als je op agenda 2021 kijkt of 2030. Amerika moet in feite de grootste voedselproductie worden. En Nederland, België, Duitsland, het grote gedeelte, moet dus een hele grote stad worden waar we mensen allemaal neer gaan zetten. Althans, dat is de bedoeling. Gaat niet gebeuren. Maar goed, dat is wel de officiële plannen die er lagen. En dan gaan we naar de eerste toekomstverwijzende kaart. Tada! In Europa. Let it be happen. Oftewel, het zonnetje komt goede getijding aan. En ik, naar mijn kaartleggingen te zien, zal het ook niet zo lang meer gaan duren. En dan praat ik niet over maanden, maar eerder over weken. Oei, foute uitspraak, hè? Hoe ik er naar kijk. De dwaas vertrekt eigenlijk onbezonnen, helemaal open-minded, gaat hij aan zijn reis beginnen. En als hij terugkomt is hij volleerd, heeft veel geleerd en is hij eigenlijk leermeester geworden. Omdat je dan zoveel meemaakt, dus zo zie ik het wel. We leren inderdaad een hele hoop uit deze periode. Ik ben niet zo blij met een lampje toch? Waar is die schakelaar? Nou zeg. Oh, dat is rood. Dat is ook wel aardig, hè? Even wat zachter zetten. Misschien dat het beter is. Zo. Of is het nog fel? Okay. Goed, dan even gewoon doorgaan. Dan gaan we naar hier vindt het plaats. Oftewel, dit is de kaart van wat er eigenlijk gebeurt.
zo'n beetje. En dat is de kaart de ster. De ster is een bron van verjonging, een bron van vernieuwing. Sterker nog, er gaan dus inderdaad hele mooie dingen plaatsvinden. Dat is mooi. Het is natuurlijk een waterkaart vooral, dus vooral een gevoelskaart. Mijn hoop of mijn vrees dan, dat is deze kaart. Mijn hoop gerechtigheid, ik hoop dat gerecht mag zegevieren. En dan bedoel ik wel het recht vanuit de goddelijke wereld en niet de idiote rechters die wij in Nederland hebben, maar die allemaal trouwens door een commissie van D66 geplaatst zijn. Nee, maar ik heb het echt over de echte gerechtigheid. In Europa is dat natuurlijk. En dan gaan wij naar waar het uiteindelijk naartoe gaat. Nou, die spreekt ook voor zich, hè. Een bekerskaart, drie bekers. Oftewel, er zijn drie dames die het glas heffen op de goede afloop. Dus met andere woorden, er komt inderdaad, het is een strijd in de gang. We moeten trekken. Het is voor een hele hoop mensen is het inderdaad crisis momenteel geworden. Koning van de Kelken, dus met andere woorden, de adviseur is in nabijheid. Die kan inderdaad goede adviezen geven. Het wordt tijd inderdaad om de halt toe te roepen. En dan krijg je inderdaad te maken met het zonnetje. Eerst de toekomstverwijzende kaart. Zo ik naar kijk, de dwaas. Leer er alsjeblieft van. Alle mensen aan zich in Europa. De ster, oftewel een bron, bron van verjonging, een bron van vernieuwing. Ik hoop dat de gerechtigheid komt. En dan kunnen we het feiten op het laatste het glas gaan heffen. Dus als ik zo de kaarten bekijk, zeg maar, zie ik toch steeds meer dat de crisis die verplaatst zich vooral naar het heden. En uiteindelijk zie je toch wel een beetje dat er van alles nog wat op een positieve manier gaat veranderen. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Ja, je moet natuurlijk even door de jury afleggen. Dat mogen duidelijk zijn. Hè? Goed. Dan gaan wij even naar de rest van de wereld. Dus de wereldenergie. Dat is wel grappig, omdat als je dit iedere week gewoon doet, dan zie je gewoon echt dat die zwaarheid en die intensiteit gewoon aan het verschuiven is. En je ziet inderdaad dat toch wel steeds dichterbij gaat komen. Alleen, we zullen nog even door de zure appel heen moeten. En voor een hele hoop mensen is dat misschien een zure appel, maar voor een hele hoop mensen is het ook de vrijheid. Dus ik moet net aan welke kant je staat. Maar voor de mensen die slapen en plotseling wakker moeten worden. Right. Goed, de wereld. Gaan we. De eerste kaart voor de wereld. Is Ridders van Staven. Door Stavenkaart is dus een inzichtkaart. Dus door een heel veel nieuwe inzichten komt er een stemming, een atmosfeer. En dan gaat er iets gebeuren. Dat is in ieder geval op wereldniveau. En dan gaan wij even een voorbeeld geven om er even iets te schetsen. Er zijn natuurlijk nu heel wat rechtszaken aan de hand, vooral in Amerika. Er schijnen inderdaad weer wat andere laptops naar boven gekomen te zijn, waar ook het kindermisbruik behoorlijk naar boven gekomen is. Ook daar zijn vragen over gesteld. Je ziet dat er steeds meer openheid van zaken komt en dat er van alles en nog wat ook daar gaan. Dus dat kan ook niet lang meer duren. Dan de kaart die het doorkruist, dat is deze. En dat is inderdaad de koningin van zwaarden. Oftewel, met verstand moet je de rotzooi weg gaan halen. Dus dat schijnt er ook wat te gebeuren. Sluit mooi aan op de eerste kaart. Als je het inzicht hebt, als je weet waar de rotzooi zit, dan kan je op een gegeven moment gaan handelen. En dan krijgen we te maken met het bewuste niveau. En dat is de zegenwagen. Dus bewust de zegenwagen. Nou, daar hoef ik geen woord aan vuil te maken. Je snapt al waar ze voor staat. Het woord zegt het al. Er komt in ieder geval heel veel overwinningen. Heel veel dingen worden geëxposed. Oké. Ja, het is heel grappig als hier een schip voorbij komt. Hier zit een kleine baai. Dan stroomt al het water eruit. En in één keer komt het weer terug met luid geraas. Het onderbewuste niveau dan. De toren. Oftewel een plotselinge verandering. Dat betekent dus dat we in feite, ja, in ons leven breken we natuurlijk heel wat torens af, omdat we dan nieuwe inzichten krijgen. Maar voor een heleboel mensen geldt dat ook nu. Waar je in geloofde, dat het blijkt dus niet zo te zijn. Alles is een leugen. Dus met andere woorden, de toren moet inderdaad afgebroken worden. Dus het oude systeem moet afgebroken worden, zo kun je het ook zeggen. En dan zal er een heel nieuw systeem opgebouwd gaan moeten worden. En dat is natuurlijk de uitdaging. Hoe gaan we dat met z'n allen op een goede manier doen? En hoe gaan de mensen in feite om met alles en niet alles zomaar aannemen en ja en amen zeggen?
Maar dat is wereldwijd dit, hè? Dus, en dan gaan we naar het verleden. Dit heeft ertoe geleid. En dus kijk, hier gaan we weer. Dit is in feite stave 10. En stave 10 is in feite al, er is al heel snel goed nieuws onderweg. En dat klopt ook inderdaad wel. Maar het is net of de brief al gepost is, alleen je hebt hem niet ontvangen. Dus dat is in het verleden geweest, dus er komen heel wat nieuwe inzichten. Dus van een inzichtenkaart heel nieuwe inzichten naar voren toe. Nou, dan ga ik naar de eerste toekomstverwijzende kaart. Jij. En dat, oeh. Ja, hadden we die verleden week ook al niet. Dezelfde plaats. Men ziet toch heel duidelijk wat het kwaad aan het doen is. Duivelse invloeden. Mensen die inderdaad bezet zijn, bezeten zijn door het kwaad. Dat gaat in de aankomende tijd. Probeert men misschien nog van alles en nog wat. Maar er zitten natuurlijk allerlei veiligheidszaken in. Dus ja, daar gaan we wel even mee te maken krijgen. Dus het kwaad wordt zichtbaar. En dan kunnen we het opruimen. Toch? Hoe ik naar de situatie kijk. Deze kaart. Je ziet het inderdaad omdat we heel veel inzicht hebben gekregen. Dit is ook wel een staande kaart. Heel veel inzicht hebben gekregen, zijn we hartstikke sterk. Je hoeft niet zomaar alles klakkeloos aan te nemen. Je mag gewoon kritisch zijn, je mag helder zijn. Ik bedoel, zij proberen wel alle kritische noten bij hun weg te halen, maar zo werkt het niet. Ik bedoel, als je verkeerde dingen doet, dan word je op je vingers getikt door je medemensen. Ja? Dus iedereen corrigeert wel eens iedereen. Van jullie kan je niet maken of die kan je niet doen. Nou, zij in feite moeten ook die kritiek over zich heen kunnen laten gaan en bij zichzelf gaan kijken wat die ze dan hand. Goed, zal ik kijken naar. Nou, dan gaan we naar deze. Dit is eigenlijk de wat er eigenlijk aan plaatsvindt. Het is een beetje een muntenkaart. Het is een geven en nemen kaart. Dus ook op financieel gebied schijnt er van alles en nog wat gaande te zijn. Een verdeling te komen. Van alles. En dan krijg ik natuurlijk mijn hoop en mijn vrees. Nou, dat is in feite toch wel een beetje, het helder weten is niet hier, maar is te vinden bij de zon. Dus dat is mijn vrees een beetje dat ik wil echt wel weten hoe het in elkaar zit en hoe het voor zover heeft kunnen komen en noem het maar op. Maar goed, dat is mijn dingetje. Misschien wil ik het ook niet weten, ik weet het niet. En dan gaan we naar, uiteindelijk gaat het hier naartoe. Hey, die al eerder gehad. Een eind van de periode. En als het een eind van een periode is, dat is ook wereldwijd, betekent dat er ook weer een begin is van een nieuwe periode. Dus als je alle kaartleggingen gaat bekijken, dan zie je inderdaad dat daar toch inderdaad wel een behoorlijke spectaculaire verandering aan zit te komen en die niet meer zo lang op zich laat wachten. Ook op wereldgebied schijnt er van alles en nog wat aan de hand te zijn. Dus, ga het meemaken. Dat waren de kaarten. Dan moet ik even weten waar mijn mapje is. En dan gaan we deze even opruimen. Jongen. Nou, het schijnt wel echt te gaan gebeuren. Even het schrift. Had ik nog koffie? Oh ja. Hartstikke koud. Nou goed. Oké, nou, de to-do-list. Vergeten we maar even. Ik heb het nog zo. Laten we even kijken. Nou, het begint al goed. Volgende pen. Gaan we weer. NL. Die doet het. Oké. Laten we eens even kijken naar de symbolieken die ik nog binnenkrijg. Even op Nederland een paar maar. Hè. Even de highlights die er in feite toch wel een beetje aan zitten te komen. Ik krijg sowieso te maken met de koe. Dat betekent, een koe wordt behoorlijk gebruikt, zeg maar, om die koe wordt gemanipuleerd om het geven te geven. Dus men gaat toch weer proberen om mensen te manipuleren. Laat je niet gek maken. Dat is in ieder geval één. Dan krijg ik te maken met een schoorsteen. Nou, je weet, het spreekwoord luidt, een schoorsteen moet blijven roken. Dat heeft met financiën te maken, maar deze schoorsteen hangt helemaal scheef. Dus op financieel gebied
voorspel ik nou niet even met het huidige systeem wat men eigenlijk voor ogen heeft, niet veel goede dingen. Wat bedoel je daar nou weer mee? Wacht even hoor. Ik krijg hier te maken met een mand met appeltjes. Oh, ik snap hem al. Mand met appeltjes. Hou in ieder geval even een appeltje voor de dorst achter de hand. Dus zorg in ieder geval dat je wat contant in huis hebt. Zorg in ieder geval wel dat je in ieder geval genoeg water hebt. Want ik weet niet hoe ze het gaan doen, wat ze gaan doen. Maar wat ze gaan proberen. Maar hou in ieder geval, ik krijg een mand met appeltjes in, appeltje voor de dorst. Dus probeer in ieder geval wat in huis te hebben, zeg maar. Dat je niet compleet afhankelijk bent van de elektronica of wat dingen ze kunnen dat doen. Oké, dankjewel voor de waarschuwing. En dan krijg je te maken met een lantaarnpaal. Met andere woorden, er komt licht op de situatie. Oftewel licht op je pad. Dus dat vind ik ook wel heel fijn. En ze hebben het inderdaad over de vissers. Oké. De vissers mogen dadelijk ook weer gewoon hun gang kunnen gaan. Voor een aantal mensen is dat belangrijk. Krijg ik een keer te maken met vissersschepen. Oké. Ja, ik doe het eigenlijk heel kort. Ik kan er eigenlijk een hele lange sessie van maken. Maar goed, wat voor beelden wil je me nog meer even laten zien? Dat is misschien wel even handig. Ja, dat snap ik. Ik heb het te maken nu met een schip met een helmhout. Dus met andere woorden, het roer gaat ook om. Letterlijk en figuurlijk. Het roer wordt omgetrokken. Heel fijn dat je dat even meldt. Ik krijg nu te maken met een reddingsboei. Dus jullie hoeven niet bang te zijn dat jullie verzuipen in gevoelzaken. Dat het zo'n bak ellende wordt. Men weet heel goed wat ze aan het doen is. De reddingsboei. Oké, dus voor de mensheid. Gaan we verder kijken. Oké. Alles is dus blijkbaar gedocumenteerd. Alles is in feite herkenbaar. Je hoeft niet bang te zijn dat je geld kwijtraakt. Want ik bedoel, dat is allemaal. Er wordt op andere manier wordt het weer terugvergoed. Sterker nog, het wordt er alleen maar beter op. Oké. Heeft u nog wat te melden? Blijf in je eerlijkheid, blijf in je kracht staan. Je moet gewoon eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover de andere mensen. En dan, daarnaast moet je gewoon in je kracht blijven staan. Dankjewel. Ik zat op NL. Oké, dan ga ik even naar de EU. EU. Wat heeft u daar nog over te vertellen? Misschien ook wel handig. De EU. Oké. Dat is wel grappig. Ik krijg te maken met een boortoren. Maar dat hoeft niet altijd te zijn met, dat het met gaswinning of met olie te winning te maken heeft. Dat betekent ook symbolisch voor mij altijd. Van rechtstreeks naar de kern toe. Dus blijkbaar waren er een hele hoop dingen, zo ik het in feite nu zie en begrijp, is dat er een hele hoop dingen toch naar buiten gaan komen. Dus heel veel dingen die ze in feite weggemoffeld hebben, of in ieder geval achter de hand gehouden hebben, of niet kenbaar hebben willen maken, komt toch naar buiten toe. Oké, en dan zie ik in één keer een kruiwagen die eigenlijk zand stort. Dus dat betekent, als ik het zo goed begrijp, maar even corrigeren als het niet zo is, dat het eigenlijk de beerput gedempt gaat worden. Klopt dat? Oké, dankjewel. Dat klopt. Oké, dat is mooi. Dan krijg je te maken met een kerktoren met een vlag eraan. Dus voor een hele hoop mensen worden ook hiermee geestelijk wakker. Dat zou heel mooi zijn. Dus ook het, we gaan wat meer naar de spiritualiteit toe. We gaan wat meer naar je eigen krachten toe. Je eigen mogelijkheden toe. Dat soort zaken. Hoe is het met de batterij? Oeh, het is voor de helft. Wat opschiet. Dat. Oké, en ik zie inderdaad daar een slang, zeg maar, waarvan de kop eraf valt. Dus ook dat krijg ik weer te zien in Europa. Dus ook die beïnvloeding wordt in feite heel hard aangewerkt om die los te geraken. Gaat die batterij zo hard, joh? Kut. Oké. En voor sommigen is dat inderdaad een koude douche. Ik krijg te maken met een douche. Voor sommigen is dat een koude douche. Nou, dat zijn niet echt die slapers. Maar goed, dan ga ik even naar de wereld toe. We gaan in één keer haast krijgen. De wereld. De wereld. Wat voor symboliek mag ik daarvan ontvangen? Dat is mooi. Ze laten me dus een auto zien, maar dan de pedalen die beneden staan. Dus met andere woorden, koppelingsrem en gaspedaal. En dan krijg ik te maken met het gaspedaal. Dus men heeft het erover dat men toch aan komende periode gas gaat geven. Dan krijg je te maken met de doos van Pandora. Dus het zal wel enige tegenstand teweeg gaan brengen, maar let even op doos van Pandora, wat was het ook alweer? Dan komt er een hele hoop rottigheid komt er naar boven toe.
Dan krijg ik te maken met een schildpad. Met andere woorden, we gaan sowieso ons doel, en dat bedoel ik mee van onze gidsen en van onze broeders, ons doel gaan we sowieso behalen. En dan kunnen we ook weer onze jas uittrekken wereldwijd. Dat betekent dat we ons niet meer hoeven te beschermen tegen negatieve beïnvloeding. Dus nu moet je dat je energetisch nog behoorlijk sterk gaan schonen iedere keer. En dan is dat dadelijk niet meer aan de orde. Dus dat zou wel heel fijn zijn. Dat zou wel heel fijn zijn. Dus ook wereldwijd gebeurt er van alles en nog wat. Mijn muis. En moet ik al een lichtje aan doen of niet? Die even aan. Zo. Nou, die hoef ik niet aan. Die staat aan. En dan ga ik eens even kijken wat... Ik kan dit nou natuurlijk naar voren trekken. Even kijken wat jullie allemaal te melden hebben. Of er nog vraagjes zijn. Even kijken hoor. Nou, doet de muis het niet. Oh ja, die staat uit natuurlijk. Is goed, goedenavond. Het geluid is goed. Geluidlampje niet echt melden. Nee, oké. Okay. Hoi. Graag een boodschapje. Maar goed, even kijken hoe we daar verder mee om kunnen gaan. Mag ik een kaartje? Ja jongens, ik zou heel graag zo'n accupakket willen hebben. Dan kan ik gewoon ook die consoles een keertje aan gaan pakken. Want dat kan natuurlijk ook niet nu. Maar goed, komt Norton weer naar voren toe. Wegwezen jij. Vanuit een beetje verjaardag. Verjaardag nog. Pom, pom, pom. Heb je nog iets leuks positiefs voor hier in Duitsland? Duitsland, er is ook van alles en nog wat gaande. Een beetje verjaardag. Hé, wacht even. Laat ik eventjes voor jou in Duitsland. Ik ga toch heel even kort. Hoe is het met Duitsland? Want volgens mij staat Duitsland ook een beetje... Ik krijg in ieder geval een stijgerend paard te zien. Dus er schijnt van alles en ook nog wat aan de hand te zijn. Even heel in kort hoor. Ach jongens, als we alles eens wisten. Hè? Duitsland. Jo. Duitsland. Hier gaat het om. De wereld. Het moet weer terug naar het oude. Het moet weer terug zo het bedoeld was. Daar gaat het in feite om in Duitsland. Dat is één. Wat doorkruist het in Duitsland? Dat is dit. Er zijn momenteel hele goede energieën aan de hand om een hele hoop zaken te bewerkstelligen. Goede atmosferen, dat soort zaken. Dus er schijnt van alles ook wat aan de hand te zijn. Dan het bewuste niveau is dan dit. Men is dus spiritueel aan het ontwaken. Dus dat is in ieder geval een heel mooi. Trouwens, ik zag op TikTok dat er ook steeds meer en steeds meer op dit gebied naar boven komt. Het onderbewuste daarentegen, dan hebben we te maken met dat er toch inderdaad ook weer heel veel inzichten komen. Dus ook in Duitsland is men wakker aan het worden. Ook in Duitsland is er van alles en nog wat gaande. Dat mogen duidelijk zijn. Dan gaan wij naar... Dit heeft ertoe geleid. De leerling die met zorg zijn werkstuk aan het verbeteren is om steeds beter te worden. Dus Keulenaken zijn ook niet mee in dat gebouw, wil ik zeggen, maar dat klopt wel in Duitsland. Fijn, die woordspelingen. De eerste toekomstverwijzende kaart voor Duitsland is deze. Men is het gevoelsmatig een beetje zat aan het worden. Ook Duitsland wordt het gewoon een beetje zat met een gekronkel. En dan gaan wij, hoe ik ernaar kijk, ik zie in ieder geval toch wel een beetje stilstand daarin. Maar ja, nogmaals, ik weet niet zoveel van Duitsland, dus ik snap ook wel dat die kaart er ligt. En hier vindt het plaats en dan zie je op een gegeven moment dat daar iemand vastgebonden is aan zwaarden. Zwaarden staan natuurlijk van strijd. Alleen de mensen kunnen zich makkelijk bevrijden van die strijd, want deze dame is vastgebonden met oude lappen. En die heeft een blinddoek voor. Dus als je die een keertje af gaat trekken en je ziet wat er werkelijk aan de hand is, dan mogen dat een duidelijke en klare zaak zijn. Dan gaan we naar mijn hoop of mijn vrees. En het is mijn hoop dat iedereen in ieder geval een bourgondisch leven kan leiden weer. Zo die dat zelf wil en dat hij zichzelf kan gaan ontwikkelen. En dan gaan we naar waar het uiteindelijk naartoe gaat in Duitsland. En dan hebben we de oordeel. Oftewel, er komt in feite hetgeen wat voorheen bedekt is, komt er boven toe. Het oordeel, de opstand, noem het maar op. Dat. Dus dat is voor Duitsland. Dus ook Duitsland loopt gewoon nog mee met de rest van Europa. Alleen Duitsland daar, als ik het zo een beetje aanvoel, daar begint het toch wel een klein beetje grimmig te worden. Dus wat daar precies speelt,
I don't know. Maar ik heb wel begrepen dat zelfs de industrie van Duitsland een beetje op zijn kont gaat liggen zo langzamerhand. Dus dat is geen goeie. Dat was eventjes gauw in het kort voor Duitsland. Even kijken hoor. Nog een keer met je verjaardag. Ja. Oh. Nou. Boodschap. Ja, maar ik weet niet of ik dat heel lang kan doen. Oké. Ja, dat was je vorige... Hè? Wat is dat? Rudy, dat was je vorige keer bij mij gestopt. Misschien is het nu zo mogelijk. Oké. Boodschap, deel, billets. Oh, Karin Bakker, ik betaal al 3 jaar geen zorgverzekering. Nee, het hoeft ook helemaal niet. Als je net echt kijkt wat het je per jaar gaat kosten. En, maar goed. Oh, kijk, Hanna Radijs. Ja. Het schijnt inderdaad zo te zijn dat de Belastingdienst niet eens rechtsgeldig is. En dat ze niet eens als een stichting ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. En dat geldt ook voor een stelletje hoop van hier, hoop van die deurwaarders. Maar goed, dat zijn weer andere mensen die er ontzettend mee bezig zijn. Ja, klopt. Hier ook het giert inderdaad hier van de helikopters. Er schijnt inderdaad een hele grote Europese oefening aan de hand te zijn. Maar er is nog nooit zoveel geoefend, dus dat klopt ook niet helemaal. Dus we gaan het zien. Ik ben al jaren wakker. Instantie maakt me duidelijk. Nee, klopt. Ze snappen het zelf niet. Het is niet normaal dat er zoveel miljarden naar vluchtelingen gaat. Ja, klopt. Wij staan in de voedselbank. Dat is in België trouwens ook zo. Mensen kunnen niet meer betalen. Kunnen geen huizen meer krijgen. Ik bedoel, in België werd ik niet geholpen. Ik was Nederlander. Ik moest daar mijn heil gaan halen. Nou, ik heb inmiddels, jullie weten het al, 21 gemeentes benadeeld. Het staat op de Rijksdienst van. Staat gewoon bij het Rijksdienst dat je gewoon weg. Dat ze je verplicht zijn om jou gewoon een postadres te geven. Dat is het enige wat ik vraag. En dat willen ze niet. En ik ben nu met gemeente Woerden bezig. Dus ja, dat schijnt 6 tot 8 weken te duren voordat ik een antwoord krijg. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ik afgewezen word. Dus. We gaan het. En daarom inderdaad, Carolien. Ik hoop maar dat het snel uit elkaar valt. Ja, dat hoop ik ook. Daarom doe ik ook niet zoveel moeite mee. Heb je een kaartje van India? Ja, ik denk dat ik maar een beetje op de kaartjes hou, want dat misschien dat ik die waarnemingen maar een klein beetje op zijn beloop laat, want het batterijtje wil niet meedoen. Wat dan? Ja, er moet echt iets aan gaan gebeuren, maar goed. Kost allemaal patiënten. Dus mochten jullie iets willen doneren, ik zou het super op prijs stellen. Ik geloof dat zo'n accu alleen al €2100 kost of zo. Dus, maar goed. We doen ons best. India. Ik ga toch eens even kijken wat ik daarbij krijg. Ja, avond loopt even anders dan gedacht. Maar dat komt gewoon. Ik was al een beetje bang voor. Hoor. Goed. Laat ik eens kijken. India. Wat we daar gaan krijgen. De Heremiet. De waarheid zit in jezelf en niet daarbuiten. Dus hoe voel jij je? Wat resoneert met jou? Voelt het jou slecht? Of voelt het jou? Ga meer met je intuïtie werken. Dat is een beetje het verhaal. Jouw zonnevlecht, oftewel jouw onderbewuste, heeft contact ook met boven, met andere mensen. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Dat is ook de reden als ik maar een naam en een achternaam hoor, dat ik dan in één keer heel veel waarneming kan doen met mensen, zeg maar. Dus als jij in feite vragen hebt en je wil weten hoe het zit, maak dan contact met jezelf. Ga er even voor zitten. Ga als het kan in meditatie. Verbind je met moeder aarde, verbind je met de bron. En probeer in ieder geval, ook als je je slecht voelt bij andere mensen in de buurt, probeer in ieder geval toch dat even te doen. Oké. Daar gaat het om. Dit komt dan bij. Ook daarin komt een einde. En dat betekent de dood, betekent ook een nieuw begin. Ik heb het idee dat wij allemaal weer opnieuw met elkaar verbonden gaan worden. En dat in feite de satanische mensen die nu van alles voor het zeggen hebben in Europa, dat die inderdaad snel mogen gaan verdwijnen. Dat zeg ik er expres zo bij. Dan heb ik het bewuste niveau op India. En dan heb ik te maken met
koning van zwaarden. Dus er wordt in feite, hoe meer de koning moet inderdaad ook zorgen dat de rottigheid weggaat. Dus dat. Het onderbewuste niveau is schildknaap van munten. Dus ook op financieel gebied gaan daar in ieder geval met grote sprongen vooruit. Laat ik het zo zeggen. Schildknaap komt iets brengen. Dus het gaat allemaal een beetje beter. En dan gaan wij naar het verleden. Dit heeft ertoe geleid. In feite door dat onze leiders, dus ook een koning van staven, leiders heel veel nieuwe inzichten krijgen, kunnen ze daarop regeren. Letterlijk en figuurlijk. Dan gaan we naar de eerste toekomstverwijzende kaart. En dat betekent dat we ons constant moeten aanpassen. Munt 2, ebvloed, dag, nacht, dat soort zaken. Dus het gaat ook om het aanpassen. Dan ga ik naar, hoe ik naar de situatie kijk. Nou ja, dat zal niet zijn, want ik weet helemaal niks in India. Maar ze zullen wel hun examen afgelegd hebben. Ze zullen wel een hele voorgaande periode en geschiedenis aan vooraf gegaan zijn om tot dit punt te komen. Want daar ga ik vanuit dan. En dan gaan we naar, hier vindt het plaats, dus de mensen. Ook de mensen vertrekken naar andere oevers. Het oude loslaten, de oude onderdrukkingen loslaten. En dat land gaat in feite op zijn eigen benen staan. En niet meer bemoeienissen van buitenaf. Dat is een beetje wat ik hier een beetje ga krijgen. Dus ook daar een verandering in. Mijn hoop of mijn vrees. Ook weer die kaart, eerlijke verdeling. Dus alles moet anders verdeeld worden. En uiteindelijk gaat het hier naartoe. En hier naartoe is toch een beetje zorgen maken van had ik maar eerder dit of had ik maar eerder zus of had ik maar eerder dat, weet je wel. Nou ja, goed, je kan maar naar het verleden kijken en je kan je wel, had ik maar dit gedaan of had ik maar zus gedaan. Ja, dat is dan even jammer. Je moet in feite nu gaan, vanaf het moment van nu, met de inzichten moet je aan de gang. Dat is een beetje de kaarttrekking daarop. Nou, dat wordt een hele andere avond dan ik eigenlijk gepland had. Maar goed, daarbij, jongens, ja, jullie kunnen waarschijnlijk, kan ik dat laten zien? Nee, dat kan ik niet laten zien. Ja. Hoeveel procent heeft hij nog? Ik heb nog 44%, zegt hij. Waarom doe je dat? Oh, oké, 44%, zegt hij. Dus dat betekent dat ik dan misschien een half uurtje, nou, niet eens meer, 20 minuutjes heb voordat die batterij helemaal plat is. Oké. Ja, jongens, een camperlife. Je bent afhankelijk toch wel daar een beetje van. Maar goed. Ik ga gewoon kijken of ik nog wat dingetjes kan. 43%. Oké, ik ga het wel snel dan. Kan doen. Dus ik heb in ieder geval een spaarstand gezet. Misschien dat ik dan een beetje ik ga eens een beetje gekke dingen doen. Ik ga even van onderaf aan beginnen, want ik probeer een beetje andere mensen er niet uit te pikken. Dus ik begin met Hanna Radijs. Hanna Radijs. Sorry jongens, even wachten. Radijs. Dat ging heel snel. En als ik een beetje ga kijken, is het wel zo, Hanna, dat jij in een transformatiestukje zit. Dus je bent aan het veranderen. Verandering. Maar het gaat er vooral ook om dat je trouw blijft aan jezelf. En dat zeg ik met specifiek, want sommige mensen denken het te weten, denken het beter te weten dan jou. Nee, hou je aan je eigen gevoel. Hou je aan je eigen je intuïtie vast. Dat is in ieder geval dat. Dan merk ik toch dat ik bij jou een uil krijg. Dat betekent dat de oude wijze uilen, in de sprookjes altijd, die wist al heel veel. Dus jij krijgt in feite hulp van bovenaf, van de gidsen, van de engelen, zeg maar, om bepaalde stukken op te lossen of bepaalde zaken anders te laten verlopen dan dat ze normaal gesproken zijn. Heel grappig, op geestelijk gebied krijg ik ook te maken met een toch wel weer een overwinning, een CQ-verbetering. Dus ook jij gaat, mocht je zelfs wel in dit werk doen, dan zou je inderdaad nog steeds meer kunnen doen dadelijk in de toekomst.
De schildpad krijg ik ook bij je. Je gaat je gestelde doel ga je behalen wat je voor ogen hebt. Dus dat mag ik ook tegen je zeggen. En je gaat nog meer naar je intuïtie luisteren. Oké, nog wel grappig dat je dat zegt. Intuïtie wordt je tweede taal. Oké. Grappig dat ze dat zo zeggen. En je bent aan het onderzoeken. Ik heb te maken met een graafmachine. Een graafmachine haalt natuurlijk het zand weg. En dan komt hetgeen wat voorheen verborgen was, komt naar boven toe. Dus dat ga jij ook meemaken. Dus er gaat een hele verandering voor je plaatsvinden. Zolang je maar trouw blijft in jezelf. Zolang je maar bent en blijft wie je bent. En dat is even voor jou. Moet ik dat natuurlijk wel een beetje aanklikken, hè? Die ken ik ook nog niet, denk ik. Graag Marianne van Kessel. Oké, we gaan even kijken. En nogmaals, zolang de voorraad stroom betreft, hè? Het is niet anders. Miranda van Kessel. Goed. Miranda van Kessel, het eerste wat ik bij jou krijg, is dat je nogal in ieder geval wel een beetje voor jezelf op mag komen. En waarom zeg ik dat? Ik krijg een symbool, als eerste symbool bij jou krijg ik te maken met een jojo. En niemand is een jojo, hè? Dus dat is in ieder geval het eerste. Dan is het ook nog zo, en dat vind ik wel heel grappig, blijkbaar heb jij toch wel een soort met muurtje voor je neergezet. Maar ik zie toch dat het muurtje heel langzamerhand toch wel afgebroken gaat worden. Dus waar voorheen dat je zoiets had van dat. Maar je gaat toch een beetje meer verbinding zoeken met jezelf. Meer verbinding zoeken met andere mensen. Dus dat muurtje wat je hebt gedaan, dat doe je ook goed. Maar dat komt ook een beetje, want ik krijg te maken met een pijl en boog bij je. Dat je inderdaad qua gevoel in ieder geval heel trefzeker bent. Je schiet altijd in de roos. Dus dat is ook alleen maar heel goed. En, er komt een overleden dame naar voren toe. Ja, maar ik vertel haar alles. Dus je krijgt heel veel dingen blijkbaar door. En wie is deze vrouw dan? Mag ik, als ik vragen mag, krijg ik heel veel pijn in mijn buik. Zeker in mijn maag, wat is het? Dat, en ze laat mijn suikerklontje zien. Geen idee. Misschien iemand die veel suiker gebruikte, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval wel een enthousiast iemand, moet ik zeggen. Kan niet anders zeggen. Dus die. En ook die had in zijn leven veel moeten gaan praten eigenlijk. En ja, blijkbaar is ze er niet naartoe gekomen om precies te vertellen wat er aan de hand was. Maar goed, dat is even die vrouw. Die laat ik nu even los. Ga ik even weer terug naar jou, Miranda. Gaan we even verder kijken. En ik krijg bij jou ook te maken met een raam wat gewassen wordt. Dus met andere woorden, als je te maken hebt met ramen die gewassen worden, wordt die steeds helderder. Oftewel, je kan er veel beter doorheen kijken. Dus dat is alleen maar, het wordt voor jou dus steeds helderder waar het naartoe gaat. Ik mag tegen jou zeggen, want ik krijg bij jou ook te maken met een strijdwagen. Ik weet niet wat voor strijd je voert, maar in ieder geval is het een zegenwagen. Dus jij gaat in ieder geval een strijd waar je in zit, ga je toch een overwinning behalen. Dus dat is in ieder geval wel gewoon heel erg goed. En je gaat heel langzaam bezig. Want ik heb te maken met van die glazen kastjes. Weet je wel, waar je zaadjes in stopt. En dan zit het achter het glas en dan groeit het beter. Dus blijkbaar ben je toch heel erg... gaat de verandering bij jou toch wel best wel snel. Maar ja, goed, de energie is natuurlijk ook anders. Dus en je onderzoekt ook alles. Want ik heb een muisje bij je, dus... Maar ik kan voor jou geen zorgen. Dat gaat wel goed komen. Dus dat. Even kijken hoor. Miranda van Hanna Radijs, die heb ik al gehad. Hanni Kuiper. Hanni. Hey? Wacht even, snap ik dit? Hanni Radijs, Hanni Kuiper. Oké. Okay. Oh, die heb ik toch al gehad. Van die reis, ja. Even nog door naar boven toe. Van die reis zijn zware, maar mooie tijden. Ja, dat kan je wel stellen.
Het ergste is dat we dadelijk die slapers hier in één keer wakker worden. Och jongen, die krijgen een klap. Dankjewel, Kevin. We zijn net op vakantie. Ik heb het gestart. Hopelijk komt dat goed. Natas, als jij goedkoop bent, nee hoor. Grapje. Nee, ik sta hier nu ook gewoon vrij hoor. Ik kan ook niet iedere dag op een camping gaan staan. Dat kost veel te veel geld. Ja, ook wel af natuurlijk. Goed, maar ik blijf hier een beetje eventjes in de buurt. Het is natuurlijk zaterdag vaderdag. En, ik heb hier natuurlijk een dochter in de buurt zitten. Dus vandaar. Even kijken naar het cv kan. Wat ga ik bij jou krijgen? Dat is wel even de vraag. Oké. Okay. Ik krijg bij jou, Natasja Theekamp, vertrek naar, vertrek. Met andere woorden, ik krijg te maken met een tarotkaart waar in feite, ja, dat je gewoon vertrekt. Dat je het nieuwe moet gaan verwelkomen. Dat je het oude in feite los moet houden, los moet maken. En het oude losmaken, ja, dat ligt een beetje moeilijk. Ik krijg ook te maken met een vissenkom bij je. Dus het gaat om het, ook het praten. Om het oude los te laten moet je misschien ook heel veel dingen over gaan praten. Misschien over je gevoel gaan praten om bepaalde zaken los te maken. Want je moet je natuurlijk voelen als een vis in het water. Ga ik verder kijken. En ik zie jou op een burcht staan, oftewel een kasteel staan. Die heeft natuurlijk een hele dikke muren. Dat is natuurlijk een verdedigingsbolwerk, zo kan je het ook wel zeggen. En je zit te kijken of er inderdaad nog vijanden aankomen, maar die zie ik in feite niet komen. Dus maak je niet zorgen dat je aangevallen wordt of dat er iets aan de hand is. Ik zie het niet. Dus dat, uitkijken. Dus ga anders met de zaak om. Verder, er komt licht op de situatie. Dat doe ik bij jou wel. Oké, het volgende symbool graag. Op gevoelsgebied gaan we voluit. Dus met andere woorden, er wordt flink gas gegeven. Je gaat dan ook een soort met gevoelsontwikkeling ondergaan. En je gaat in feite de dingen doen waar je gelukkig van gaat worden. Dus je bent aan het veranderen, zeg maar. En volgens mij heb je al heel wat gedaan, want ik krijg ook een medaille bij je. Dus blijkbaar heb je al heel wat gedaan. Heel wat goede dingen. Alleen je gaat wel nog meer het overzicht krijgen, want ik heb te maken met een klein vliegtuigje. Oftewel, als je op de grond blijft staan, dan zie je het overzicht niet. Maar heb je een vliegtuigje, dan zie je wel in feite het overzicht. Dus dat gaat er ook komen. En er komen ook papieren op tafel, dus ware documenten. Ik weet niet wat dat nou weer is, maar dat wordt met een knipoog gedaan. Dus dat zal wel heel positief zijn. Dus er komen iets van waardepapieren komen er boven. En dat is in ieder geval wel positief. Dat. Dan ga ik echt een beetje in de rode cijfers zitten qua accu. Dat klopt helemaal niet wat je net zegt. Je zei net 40 minuten. Oeps. We gaan gewoon door. We gaan gewoon kijken waar het schip. Nee, het gaat niet veranderen. Oké. Even kijken hoor. Laten we hier kijken. Esperanza Mesa. Oké. Okay. Oei. Esperanza. Esperanza. Er zijn zaken waarover gesproken moet worden. En Esperanza. En het gekke is dat ik daar ook een soort met kerk bij krijg. Dus er moet in feite op geestelijk gebied of bepaalde richting. Ik weet niet precies wat ze willen. Maar het zou toch eens een keertje fijn zijn dat je daar eens openlijk over kan praten. Over je gevoelens kan praten. Over van hoe de dingen in elkaar zitten. Ik weet het niet. Ik heb nu in ieder geval wel te maken met een paraplu. Dus dat betekent voor mij dat als jij in het verleden altijd over bepaalde zaken wilde praten, dat je in feite qua gevoelsgebied altijd in de regen stond, zeg maar. Of hoe noem je dat? Dat is niet fijn. Maar er moet wel over gesproken gaan worden. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dan krijg ik inderdaad ook nog te maken met heel veel twijfel. Oftewel, heen en weer schommelen. Rechtsom. Sorry, ik viel het op dak, geloof ik. Links-rechtsom. Dus er is inderdaad ook wel wat twijfel waar het heen gaat. En dat moet natuurlijk niet. We gaan verder kijken. Sommige dingen moet je met een korreltje zout nemen. Het zoutvaatje komt regelmatig voor, moet ik zeggen.
Wat komt er uit de kast? Komt iets uit de kast, maar wat weet ik niet. Of er nou een lijk uit de kast komt, of dat er nou iemand uit de kast komt. Of in ieder geval, ik krijg een klik en krijg een kast te zien. Dus er zal wel iets uit de kast moeten komen. Of misschien moet jij wel zeg maar zeggen hoe jij je voelt waar je staat en hoe je over bepaalde zaken denkt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uit de kast komen is natuurlijk gewoon zeggen wie je bent. En wat je vertegenwoordigt, dat zal er misschien ook kosten zijn. Oh, dan gaat hij echt serieus knippelen. Goed, jongens, voordat ik dadelijk wegval. Ik weet het een beetje vroeg, dus ik hoop dadelijk daar toch in de stroomzaken hier een verbetering kan toepassen straks. Ik ga er wel van op weg, maar iedereen heeft er ook hartstikke druk, anders had ik al lang die accu gehad. Dus in ieder geval, even heel kort, maar toch wel leuke kaartlegging, dacht ik zo. Er komt best een verandering aan. De strijd is al gewonnen, dus het is gewoon een film waar je in ziet om mensen wakker te krijgen. Zo zie ik het tenminste wel, dus maak je ook niet druk. Ze zullen van alles nog wat uit de kast trekken en... Nogmaals, ik ben ook gewoon in deze bus gestapt. Ook wel met een klein beetje angst, maar achteraf, jongens, het is allemaal hartstikke mee. Leef je leven en doe gewoon je ding. Ik vond het wel leuk om te doen. Mocht je dit zien via YouTube, abonneer je alsjeblieft. Volg me dan ook alsjeblieft. En doe een duimpje omhoog, zeg maar. Ik weet niet hoe dat werkt met Facebook. Ik zou zeggen, ik ga mijn best doen om de zaken technisch in orde te krijgen hier, dat ik ook mijn consulten weer kan doen, want dat is echt gewoon een drama. En ik hoop jullie gauw in de volgende keer weer te zien. Ik zou zeggen, vooraf nu alvast een heel prettig weekend. En ik zal tussendoor nog wat andere filmpjes opnemen. En ook vertellen hoe ik aan mijn mediumschap gekomen ben en hoe het gelopen is. Dat hebben vragen ook een hele hoop mensen naar, dus dat gaan we doen. Mocht je iets willen doneren, mijn gegevens staan op mijn website. En voor degene die het gedaan hebben, appreciate het. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Jongens, bedankt. En tot de volgende keer. Doei, doei.